Oh my god. Dit is gewoon niet normaal. Dit is gewoon niet normaal. Ik ga even water pakken trouwens. A dream come true. I did it again. Holy guacamole. Ik kan niet wachten om dit te proeven. Maar ik wil eerst even video openen. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video en dit is denk ik een van mijn favoriete video's ooit. Ik heb deze video een tijdje geleden met Isabel gemaakt. Ik woon nu met hem in Amsterdam en ik dacht, hoe leuk als ik het nu gewoon even in mijn eentje doe. Ik heb een vraagstuk op Instagram gevraagd of jullie dat vragen hebben. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker eten, kletsen. Over op jezelf wonen, New Year's resolutions, weet ik het allemaal. Ik kan gewoon niet wachten. Ik ga even een filmpje maken voor jullie close-up. Dat ik die noedels pak. Kijk dan jongens. Oh, so good. Oké, laten we gewoon beginnen, want ik kan niet meer. Dit ziet er zo goed uit. Ik heb zo'n honger. Ik kom uit werk. Ik moet dit gewoon eten. Oh my god. Hoe kan je zo lekkere smaak hebben? Ah. Ik heb ook jullie laten zien hoe ik dit maak. Dus ben je daar benieuwd naar? Komt dat nu? Oké, dit is dus wat we allemaal nodig hebben. Enoki mushrooms zijn echt de best. Mozzarella kaas. Zuiverspreads. Ik heb dus dit gekocht. Dus dan kan je zelf je samyang noedels maken. Maar je kan ook elk ander noedelzakje pakken. Maar dit is dus eigenlijk wel beter. Want dan maak je het dus gewoon zelf. En dan eggnoedels. En bosui. Ik heb wat minced garlic. Wat teriyaki saus. Wat sojasaus. Ik ga een eitje koken. Ik ga denk ik wat chiliolie gebruiken. Ik ga het helemaal lekker maken. Oh, en ik vergeet nog iets. We hebben ook rice cakes. Ik ga hem niet allemaal gebruiken. Maar misschien wel. Ik kijk even. Even kijken wat voor pan we het gaan maken. Ik denk gewoon in deze. En we hebben een pannetje nodig, want we gaan het eitje erbij koken. Dat is altijd heel erg lekker. Dus veel water. Deze gaan we even in het water zacht maken. Dit is voor mij ook de eerste keer, jongens, dat ik het allemaal zo doe. Dus een beetje uitvogelen en wat. Dan kan ik het een andere dag eten. Zo. We gaan beginnen met wat olie in de pan. Ik bedacht me net, ik weet helemaal niet hoe pittig dit is. Dus ik ga wel gewoon even beginnen met normale olie. Hoe leuk zijn deze olie dingetjes. Die heb ik van mijn schoonzus gekregen. Helemaal cute. En daar doen we wat knoflook in de pan. Knoflook is bijna op. Lekker veel knoflook. Wat van dit? Ik heb dus de milde versie gekozen. Want ik vind die noedels altijd veel te spicy. Ik ben zo benieuwd. Oh, het ruikt er wel echt naar. Proef anders even hoe spicy dit is. Oh. Het is helemaal niet spicy. Beter. Want dan kan ik het dus precies zo spicy maken als ik zelf wil. Dus een beetje spicy olie erin. En wat chili vlokken. Nou, perfecto. En dan dus, oh, het is lekker. Het smaakt precies naar die noedels. Yes, dus dan doen we een flinke scoop van dit. Goed. Met elkaar mengen en bakken. En dan gaan we het eventjes goed kruiden. Natuurlijk wat peper en zout. Ik kan er alvast een beetje water bij doen. Van de rice cakes. We gaan hier ook de noedels en de rice cakes in bakken hoor. Even een lekker sausje. Jongens, ik heb echt geen idee wat ik doe hè. Maar ik weet, ik geloof erin dat het altijd goed komt. Dan doen we een beetje paprika poeder erin. Uienpoeder. Ziek erg aan elkaar blijven plakken. Kajoenkruiden. Oh, dat ruikt zo lekker om. Ei koken, dat moet ongeveer 7 minuten altijd toch? En dan doe ik een beetje sojasaus erdoor. Nou, ik ga eerst even deze ketchup opmaken. Het kookt, kan het eitje erbij. Doe ik op 6 minuten. Oké, dan kunnen de noedels erbij. Gewoon echt noedels. Dan 2.
En dan de rice cakes. En dan gaan we dit koken. Doe ik even een deksel erop. En dan gaan we wat beter stomen. Koken, we kunnen altijd nog water erbij doen als dat moet. Ik ga het allemaal goed opsnijden en de rest bewaar ik gewoon in een bakje. Dat doe ik altijd. Ik ga ze eerst even wassen hoor. Oh my god, kijk. Het is al lekker aan het koken. Oh, dat was voor het ei. Gaan we verder met de bos uitsnijden. Trouwens jongens, de mushrooms moeten er ook nog bij. We moeten ook een beetje koken, maar niet heel erg hoor. Nu dat er iets meer water bij mag. En dan kunnen de mushrooms er ook bij. Het ziet er zo goed uit jongens. Holy shit. En de salada. Echt precies hetzelfde uit als de vorige keer, dus dat is goed. Even proeven of het nog wat pittiger moet. Het is best wel pittig nog. Mmm, super lekker. Dan ga ik wat kaas erop doen. Het laten smelten. Oké. Nou, jullie hebben dus gezien als het goed is hoe ik dit heb gemaakt. Ik raad je aan om dit lekker te maken. En dit is zo goed. Ik had net van die enoki mushrooms. Dat is echt zo lekker, een soort beetje crispy. Ik heb ook rice cakes. En de vorige had ook gyoza's erbij, maar ik dacht... wordt een beetje te veel misschien. Mmm. Ik vind rice cakes ook zo lekker. Er is ook een eitje. En die is iets te zacht geworden. Maar maakt het niet minder lekker. Mmm. Sorry, maar ik heb gewoon zoveel honger. Ik ga heel even aanvallen. En daarna kan ik wat vragen beantwoorden. Ik denk dat ik heel veel wat bosui nog erop doe. Het is by the way echt de perfecte spicy. Dus dat is heel erg top. Zo goed, dat. Wowzers. Oh. Mmm. Heel lekker. Ik hoop niet dat ik deze hele bak in mijn eentje opeet, want dan word ik echt gek. Die bosui ook echt. Oh, ik heb hier van die mushrooms, moet je horen. Toch niet. Oh, ik ga dit vaker maken. Zo makkelijk. En ik denk dat deze beter zijn, aangezien dit niet uit zo'n pakje komt. En dit is gewoon echt, zeg maar, een soort zelfmaak. If you get what I mean. Gewoon even één grote hap. Ja. Te heet. Ik vraag me echt af wat jullie altijd denken. Holy shit. Maar zo slecht. Die zijn dan toch niet? Het is gewoon noedels. Het enige wat slecht is, is de kaas. En dat valt er wel mee. Mij zit ik mezelf gewoon aan te praten, maar... rice cakes zijn zo lekker. En van nu zijn die rice cakes pittiger. Mm. Ik ga nu starten met vraag beantwoord. Hoe bevalt het tot nu toe om op jezelf te wonen? Heel erg goed eigenlijk. Steeds leuker. Ik vond het in het begin heel erg wennen. Het is natuurlijk ook een grote verandering. Ik ben sowieso nog nooit verhuisd in mijn leven. Ik ben echt opgegroeid in het huis waar ik ben geboren, zeg maar, woonde. Daarbuiten, ja, gewoon veilig, veel ruimte. Je ouders hier alles voor doen. Maar ja, op zich was ik best wel heel zelfstandig. Dus qua koken, wassen, schoonmaken vind ik het eigenlijk chiller. Omdat ik het gewoon lekker zelf kan doen. En ja, gewoon ook mijn vader een beetje missen. Mijn moeder natuurlijk. En je vader die alles voor je kan oplossen en fixen. En weet ik het allemaal. Dat mis ik gewoon heel erg. Maar ja, aan de andere kant word je er wel heel zelfstandig van. En dat is natuurlijk echt heel goed. Mmm. Daarnaast kon ik ook al goed alleen zijn. Ik kon goed bij mezelf zijn. Dus ja, dat valt me allemaal niet zo zwaar. Ja, en ik ben ook heel veel met Stan. En dat is ook gewoon echt heel erg fijn. Dat hij er gewoon vaak is. En anders had ik het wel heel alleen gevonden, denk ik. En nu kan ik wel zeggen, ik kan goed mezelf zijn. Maar
ben ook vaak gewoon met Stan. En ik ben natuurlijk ook heel veel avonden alleen. Maar dat vind ik niet erg. Maar het is niet dat je elke avond alleen bent, snap je? Dus, nou, misschien ook anders ook wel vermaakt. Dat weet ik eigenlijk niet. Mmm. 500 keer heb gezegd. Ik vind het gewoon te lekker. Je eentje mukbang is altijd wel moeilijk. Want als jij aan het eten bent, dan is het stil. Dus ja, het valt eigenlijk wel goed. Super leuk in Amsterdam. Dat is denk ik nog wel het meeste waar ik aan moest wennen. Het leven in Amsterdam. Ik kom uit een dorp, dus dat is natuurlijk heel anders. En ik was al heel veel in Amsterdam. Maar ja, eerst is het gewoon allemaal gewoon zo druk. En onpersoonlijk en zo. En dat is, ja, bij mij, iedereen ken je een beetje. En ja, dat was gewoon anders. Dus ik denk niet dat ik heel mijn leven hier zou wonen. Maar nu in mijn jonge jaren vind ik het echt geweldig. Want alles is om de hoek. Alles is dichtbij. Alles is gewoon... Nou, helemaal leuk. Wat was het grootste nadeel van alleen wonen? Nou ja, ik woon toen niet alleen, maar ik heb gewoon een huisgenoot. Grootste nadeel. Ik denk eerder het grootste nadeel voor mij in Amsterdam is dat mijn vrienden en familie niet meer dichtbij zijn. Dat vind ik het grootste nadeel. Maar alleen wonen... Ja, dat het je heel veel geld kost. Kost veel geld. Maar ja, ik vind het dat dus wel echt waard. Dus dan is het weer een soort niet erg. Want ik zie het ook gewoon niet iets als... Iets wat ik de aankomende 10 jaar ga doen of zo. Dan bedoel ik daarmee de huurprijs die ik nu betaal voor een huis in Amsterdam. Ook al wordt dat wel weer anders naarmate je natuurlijk ouder wordt, ga je eigenlijk alleen maar meer betalen. Dus ik weet niet wat de fuck ik zeg eigenlijk. Verder weet ik niet of ik echt een nadeel. Even denken, wat is nou echt een nadeel? Dat het allemaal duurder is. En voor mij dat mijn vrienden en familie niet dichtbij wonen hier in Amsterdam. Dat is gewoon wat moeilijker plannen soms. Ook heeft iedereen het vet druk. Dan zag ik mensen normaal anders ook niet echt door de week. Dus nog een nadeel aan Amsterdam. De sportscholen. Zo druk. Als je niet naar een ladies only gaat, kan je maar beter rennen. Want ik vind die basic fits hier zo erg. Je wordt zo erg aangekeken en zo. Laat ik nog even een beetje positief zijn. Het leuke aan Amsterdam vind ik natuurlijk gewoon de stad. Ik vind de stad echt heel leuk. Ja, gestudeerd. Gewerkt nu, werken nu, dus dat is echt top. Alles is dichtbij, alles gaat veel spontaner. Dat vind ik gewoon echt heel leuk. Vaak ben ik wel nog in het weekend thuis, want ja, dan kan ik mijn vrienden zien en mijn ouders en familie en zo. Daarnaast iets wat me echt is opgevallen. Als je bij jezelf woont, ga je de mensen om je heen zo waarderen. Ik heb echt... Sinds ik op mezelf woon, zo de mensen gaan waarderen die, zeg maar, om mij geven, dicht bij mij in mijn leven staan en zo. Dat is eigenlijk heel mooi om te zien. Zou je het niet leuk vinden om met je vriend samen te wonen? Ja, die vraag kreeg ik echt heel vaak. Van, ga je alleen? Hoezo ga je niet met je vriend? Bla bla bla. Maar, nou, we zijn nu 21. Het is wel makkelijk. Met je vriend samen kunnen wonen. En we gaan 2,5 jaar bijna. Dus dat zou op zich ook wel kunnen. Maar wij hebben juist allebei dat we dat helemaal nog niet willen. Omdat we merken dat als we elkaar nu zien. Hebben we zoveel zin om elkaar te zien. Kijken we er zo erg naar uit. En daardoor houdt het de relatie heel leuk. Dus ja, ik weet niet. Ik kan er echt gewoon naar uitkijken om hem te zien. En we zien elkaar wel gewoon 3-4 keer in de week. Wel gewoon vaak. Maar gewoon niet elke dag. En ik denk dat je met samenwonen, ja, dan sneller in een sleur terecht komt of zo, denk ik. En ik denk dat het ook goed is om eerst zelf even jezelf te ontwikkelen en jezelf te redden voordat je meteen, ja, het samen doet of zo. Dat je allebei zo zelfstandig wordt, zeg maar. Daarom eigenlijk. En ja, Stan, mijn vriend... Die wilde nog niet op zichzelf wonen, want die vindt het thuis nog helemaal prima. Dus ja, dat snap ik ook wel. En wellicht over een jaar, of weet ik veel wat, gaan we wel of samen wonen of niet. Ja, dat zien we allemaal nog wel. Ik begin al aardig vol te raken hoor. Wat zijn mijn nieuwe voornemens? Ik heb eigenlijk niet nieuwe voornemens. Voornemens. Maar ik heb ook niet het gevoel dat het nieuwjaar is. Eigenlijk heel raar.
Maar ik heb altijd gewoon op zakelijk gebied wat goals van ik wil dit en dit en dit bereiken. Het klinkt heel vaag. Ik heb hier eigenlijk geen antwoord op. Ik heb helemaal geen nieuwjaarsdoel. Ik kan nu wel wat gaan bedenken. Nou, bijvoorbeeld ik wil 50.000 abonnees. Maar dat is niet een goed voornemen. Ik wil 50.000 abonnees. Dat is gewoon een nieuwjaarsgoal waar je naartoe gaat werken en waar je hard voor gaat werken. En ja, sporten. Maar ja, dat deed ik op zich wel al. Gewoon een gezonde balans voor jezelf creëren in eten. Heb ik, maar dat gaat ook goed. Jezelf nummer 1 zetten gaat ook goed. Liefde voor jezelf hebben gaat ook goed. Dus op dat soort dingen gaat het eigenlijk allemaal wel goed. Mushrooms, waar zijn die? Heb die allemaal opgegeten? Ik heb heel bijna heel die fucking pan op. Zo lekker. Wat voor karaktereigenschap wil je 2023 ontwikkelen? Oh, dit vind ik wel een leuke vraag. Ik denk wat geduldiger zijn. Of nou ja, niet geduldiger, gewoon een rustiger manier van aanpakken. Ik kan soms heel erg uit mijn slof schieten, gewoon exploderen. Soms moet ik dingen gewoon even wat laten bezinken, even laten zakken. Dus gewoon eerst, hoe noem je dat? Wat, ja, niet rustiger, wat doordachter of zo. Gewoon wat, ja, ik weet niet echt hoe je dat moet noemen. Maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Dat je gewoon eerst even tot 10 telt en dan reageert. Dus even een beetje laten bezinken en dan, ja, dat eigenlijk. Qua kosten zit ik heel duur. Maar voor Amsterdam en de ruimte die ik heb, zit ik goed. Ja, dus eigenlijk heb ik echt best wel goed. Maar het is wel gewoon veel geld. Maar ik heb wel gewoon heel veel geluk. Ik was uitgevallen. En ik ben echt zo dinnerdip. Ik wil gewoon echt slapen. Ik ben ook gewoon echt niet meer levend. Wat hoop ik te bereiken in 2023? Ik hoop te bereiken dat ik me gelukkiger voel. Niet dat ik nu ongelukkig ben. Maar ik heb soms een beetje een leeg gevoel van binnen. En ik weet gewoon niet waar het vandaan komt. Ik hoop dat ik gelukkig ben in mijn baan. Dat ik gelukkig ben met mijn vriend. Eigenlijk het allerbeste. Dat ik meer content ga maken. Of in ieder geval leukere. Nou ja, niet leukere. Maar gewoon, ik wil meer mukbangs doen. Ik wil meer met dat en zo doen. Want ik vind dat jullie, ik merk dat jullie het heel leuk vinden. En ik merk dat ik het zelf heel leuk vind. Ja, maar gewoon uitdagen om mezelf wat meer te geven. De laatste tijd loop ik echt helemaal vast op Instagram. Ik groei gewoon al een jaar niet of zo. Niet dat het moet, maar het zou natuurlijk wel gewoon leuker zijn. Maar ik weet gewoon even niet zo goed hoe ik mezelf moet positioneren op TikTok. Want, of op Instagram. Want TikTok vind ik ook heel leuk. Maar ik food recepten of what I eat in a day en zo. Dat vind ik echt heel leuk. Maar Instagram is eigenlijk gewoon fucking kut. Gewoon, yo, dit is een foto. Zo kijk ik echt fucking geil. Ik ga de video afsluiten, want ik merk dat ik echt super vervelend word. En ik ben ook moe. Dus ja, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval echt amazing. Dat is echt heel lekker, maar ik kan niet meer. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie video leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Met te abonneren en dan zie ik jullie snel weer. Doei. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...